Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van de Startende Stucadoor. Mijn naam is Bas Jansen en ik ben dan ook de Startende Stucadoor. Oké, dit is dus de tweede film of het tweede filmpje van deze klus waar ik nu mee bezig ben. En ja, zoals ik al beloofd, zouden we even gaan kijken naar hoe ik dat precies ga doen met het trappengat. Dus ik heb het al opgezet, want ik ga zo het plafond doen. Kijk, zoals je ziet, ik heb hier zo zit een luik. Daar heb ik stukstopjes omheen gezet. Zodat we er gewoon netjes omheen kunnen stukken. Deze wand is nu opgezet. Moet alleen nog even afgewerkt worden met een toplaagje. En dan is die ook goed. En nu ga ik dus het plafond doen. En ik probeer ook gelijk die achterwand te pakken. Want morgen gaat de trap eruit, zie je zo. En ja, dan is het lekker als dat wandje alvast gedaan is. En kijk, ik zal het nog iets laten zien. Kijk, wat we vandaag gaan doen is gewoon op deze trap staan. Ik heb de trap geklemd tussen de ondervloer en deze muur. Waardoor je dus gewoon lekker kan gaan staan. Kijk, ik kan er gewoon zo op staan. En dan sta je er zo boven. Lekker. Ja, je moet geen hoogtevrees hebben. Ik weet geen idee hoe hoog het is, maar op zich valt er wel mee. Ik heb gelukkig geen hoogtevrees, ben er niet zo bang voor, dus dat scheelt wel weer. Maar je ziet, kijk, ik sta hier gewoon lekker zo hier zo te zweven. En dan kan ik gewoon hier makkelijk met mijn spaan bij plafond, achterwand, kan ik overal bij waar ik wil. En zo kan ik dan helemaal rondom dit plafond zuren. En dan kan ik ook nog uiteindelijk dit wandje gaan doen en dit wandje kunnen we meepakken. Dus helemaal top zo. En dit wandje wordt nog wel lastig. En kijk, ik heb natuurlijk nu mijn trap daar zo heel mooi opgeklemd. Maar als ik deze ga stukken, dan kan die trap er niet meer tegen aanleunen, want dan krijg je een lelijke vlek. Hoe we dat gaan doen is als volgt. Ik ga hem er wel tegen aanzetten en ik ga om de trap heen stukken. En dan als laatste, als zeg maar, als ik dit gedeelte, want dit is het belangrijkste, als ik dit dan helemaal zo netjes heb gemaakt, waar ik anders niet bij kan komen, met de rij en met de mes, dan pas haal ik mijn trap weg en dan ga ik met het restant wat ik nog heb, dan bewaar ik natuurlijk een beetje gips. Vul ik dat op en dan trek ik dat weer helemaal recht, zodat je de trap er ook niet meer in ziet. Maar dat is de enige optie, naar mijn idee, wat je kan doen. Want anders kan je er gewoon niet meer bij komen. En het moet toch ook netjes. Ook waar je niet bij mag komen of kan komen, moet het wel netjes afgewerkt worden. Dus ik ga nu een mixje aanmaken. En zodra het erin zit, laat ik het weer even aan jullie zien. Ja, kijk, daar ben ik weer. Ik denk, ik geef jullie even een updateje van hoe het er op dit moment voor staat. Kijk. Ik ben dus begonnen met het halletje en die zit er al lekker in, kijk. En ook de trap is weg. Je ziet, de klant heeft de trap weggehaald. En dat was dus de reden waarom ik dit er afgelopen vrijdag nog snel in wou hebben. Want nu is het een heel stuk moeilijker om daar te komen. Oh, hier zit nog een kloddertje, nou, die vegen we wel weer weg. Maar dat is dus een stuk moeilijker om hier te komen en te stukken als je geen ondergrond hebt waar je je trap op kan zetten. Dus vandaar, niet helemaal tevreden met hoe dat helemaal gegaan is. Kijk, al deze muren die moesten er natuurlijk in, inclusief het plafond. Dus ik heb deze hoeken nat in nat moeten smeren. En ik vind dat persoonlijk nog heel erg lastig. Zeker als je er niet bij kan en je zit een beetje alles zo te hangen. Met één voet op je trap en de andere een beetje te balanceren om je evenwicht te bewaren. Is niet de lekkerste manier om je muren te smeren. En dan zeker niet als je dan ook nog twee natte wanden in elkaar moet rijgen, zeg maar, in een mooie rechte hoek. Dus de hoeken zijn niet helemaal zo strak als dat ik zou willen. Dat probeer ik dadelijk nog te corrigeren door mijn trap rustig tegen de muur aan te zetten, want die is nu hard. En dan doe ik mijn kniepads op de randen van mijn trap, zodat er geen krassen of deuken komen in de muur. En dan probeer ik te kijken of ik nog bij het randje kom en een beetje kan afsteken waar een beetje te veel zit. En dan ook nog een klein beetje ravinotop erbij te smeren op de plekken waar nodig. En zo hoop ik die randen helemaal strak te krijgen. Gelukkig moet het natuurlijk ook nog gekit worden. En dat haalt de rest van de lelijke plekjes van die randen weg. Ook dat wordt lastig natuurlijk. Maar nu ga ik dus verder hier zo. Hierboven is het gedaan. Dit hoekje, dat moet nog. Dit pilaartje ook. En voor de rest ga ik beneden aan de gang. Je ziet het, daar is al één wandje voorbereid. Deze muur nog niet. Die moet nog even voorbereid worden.
Dus die is morgen aan de beurt. Maar dat gaan we dus doen. En zodra het allemaal in zit, laat ik het uiteraard weer aan jullie zien. Nou, we zijn weer een paar dagen verder en de klus is helemaal klaar. Klant is tevreden. Dus dat is heel erg fijn. Op naar de volgende. Maar voordat we daar naartoe gaan, ga ik jullie natuurlijk wel even laten zien hoe het allemaal geworden is. Dus ik loop gewoon even een rondje door de klus, of door het huis eigenlijk. En dan kunnen jullie het zien. Kijk, dit is kamertje 1. Helemaal mooi, strak. Ziet er goed uit. En dan hebben we het halletje, maar daar komen we zo. Dan hebben we kamertje 2. Ook helemaal mooi. Je ziet hier zelfs nog een droog plek. Bijna alles is droog en dan dat stukje, daar is het gewoon nog nat. Dus dat is maf. Kijk dan, netjes. Net nog even gestofzuigen, zodat het, ook het vloertje gewoon weer schoon is. Nou, in ieder geval relatief schoon. Want heel erg schoon wordt het nou ook weer niet. Maar het is allemaal gewoon weer netjes. En ook op het moment dat je het vloertje weer netjes maakt, zie je gelijk alweer een verbetering in hoe netjes het is. Kijk eens, ook alles gestukt hier zo, muurtje lekker. Helemaal rondom, plafonnetje zit erin, mooi. Schuindeeltje, hartstikke leuk. Nechtkantjes. En daarnet, toen ik bezig was, want voordat ik een klus, voordat ik wegga bij een klus, loop ik alle wanden nog een keertje na, steek ik nog even een paar korreltjes af hier en daar, weet je wel. En aanzetjes probeer ik ook zoveel mogelijk weg te halen. Ik kan het nooit 100% doen, maar in ieder geval zoveel mogelijk. Dus ik loop alles nog even na. Kom ik gewoon een scheur tegen. En dat was echt een jetser van een scheur. Kijk, ik heb hem alweer gecorrigeerd. Maar hier zie je hem. Het was een flinke jetser. Gewoon van boven naar beneden. Waarschijnlijk op een naad, ondanks dat ik ze allemaal heb gegaast, is dat natuurlijk geen garantie dat scheuren waar blijven. Scheuren kunnen altijd gebeuren. Ik heb ook, zoals jullie weten, hier zo de hoek netjes ingesneden. Dus ja, ik heb alles aan gedaan om te voorkomen dat het scheurt. En toch is het gebeurd. Hé, hey, dat rijmt. Maar ja, het kan gebeuren. Dus ik ben altijd blij als ik dat zie voordat ik een klus, zeg maar, oplever. Want dan kan ik het nog even corrigeren. En dat is nu gewoon gedaan. Ga je niks meer van zien. Het is gewoon netjes dichtgezet met renoband. Ik heb altijd een beetje renoband in de bus liggen. En dat kwam nu dus weer, goed uit. Oké, dus dat is deze kamer. Die kamer hebben we allemaal gehad. Dat zijn alle kamers. En dan zitten we hier zo in de hal. Kijk, het plafondje zit erin. Ik heb hier zo rondom heb ik stukstopjes geplaatst, zodat het luik gewoon mooi blijft. En dan hebben we hier zo het halletje en een trappengat. Kijk, hier zo ook. Dat ziet er allemaal netjes uit. Helemaal naar beneden. Woehoe. Hier zo ook. Je ziet hier zo, ik weet niet of je dat ziet. Ja, zie je twee. Hier en daar. Twee plekken. En dat is waar ik mijn trap tegenaan heb gezet met mijn kniebeschermers. Want ik moest hier zo, dit wandje, deze, had ik nog niet gedaan. Daar had ik geen tijd meer voor. En dat kleine wandje wat donkerder is, ook niet. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb mijn trap schuin zo tegen die wand aangezet. Met mijn kniebeschermers eromheen, zodat er geen kuilen of deuken in het gips komen. En dan heb ik op de ladder heb ik gestaan om dat muurtje te stukken. Hartstikke spannend, maar het is wel gelukt. En dan ook nog vanaf boven, zal ik het nog even filmen. Beneden ook nog. Nou, weet je wat, we gaan dan gewoon even naar beneden. En dan laat ik het beneden ook nog even zien. Kijk, zo kan je het toch een beetje beter zien. Hier zijn we dus alles. Ook hier is weer alles netjes glad en mooi. Plafondje zit er ook in hier zo, kijk. Keurig, keurig, keurig. Hier kun je ook gelijk zien hoe hoog het is. Het is best wel hoog. Ik heb het gemeten 6 meter. In totaal. Dus ik stond lekker op 6 meter hoog. Een beetje te banjeren. Nou ja, het hoogste punt is natuurlijk 6 meter. Zelfs stond ik natuurlijk iets lager. Maar dat was het dan weer voor deze klus. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, dan hoop ik dat je me een duimpje wil geven. En wil je natuurlijk meer van dit soort content zien, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je wil abonneren op mijn kanaal. Ik ga door naar de volgende en ik neem jullie mee. Dus tot in de volgende video. Hoi hoi!